heb je ooit meegedaan aan Dry January? Woe! Hoi, ik ben Fabienne. Namens STO ben ik op Mega Trucks Festival in Brabant en ik ga mensen vragen stellen over alcohol. Go! Oh, je bent echt heel... Hoe heet die? Diesel. Diesel. Oh, heel goed. Geen benzine, hè? Die benzine is er helemaal niks aan, hè? Diesel rook is machtig, jong. Wanneer was het de laatste keer dat je zei, ik drink nooit meer? Ik drink nooit meer, nee. En ze hebben best wel lang volgehouden. Ja, maar we zouden alcohol drinken om vrolijk te worden. Dat kan je ook gewoon zonder. Voor meestal voel je de volgende dag ook beter als je niks hebt gedronken. Ja, nee, geen kater. Wanneer was de laatste keer dat je zei, ik drink nooit meer? Dat was een paar weken geleden met mijn maat. En waarom? Omdat de gevolgen daarvan niet prettig waren. Wat loop jij nou weer te lachen, man? Het is pot vanuit de ketel dat hij zwart ziet. Of niet? Ik drink nooit geen alcohol eigenlijk. Oh, wat goed. Waarom doet u dat niet? Ik vind niks aan. Wat drinkt u dan? Gewoon cola of cassis of iets. Wanneer was de laatste keer dat je zei ik drink nooit meer? Vanmorgen. Toen ik boven het toiletpot ging. Ik moet even heel goed nadenken hoor, want dat was wel echt een momentje. Oh, weet je van wie? Van de verjaardag van mijn cameraman, van Lars. Ik kon verschillende shotjes doen. Toen dacht ik de dag erna, nou dit ga ik even een tijdje niet meer doen. Hey. En waarom? Ja, daar ga ik me nu niet over uitlaten. Die avond ging het niet zo heel lekker. Wat ging er niet zo lekker? Hing je boven de wc? Ik was hele goede vrienden met de wc-pot. Nee, maar dat heb je eigenlijk elke avond dat je goed drinkt, zeg je het 's ochtends. Maar... En hoe lang hield je het vol? Ja, meestal niet, geen dag. Ja. Hoe lang heb je dat volgehouden? Een dag. Ah, een week of twee. En ben je weer begonnen daarna? Ja. Waarom? Wel gezellig. Op het werk zijn er verjaardagen. Degene die verjaart moet trakteren en eigenlijk is iedereen dan zat. Ook groepsdruk? Ja, soms. Maar wel lekker drankje soms hoor. Ja, omdat het gewoon weer gezellig was. En de rest dronk ook, dus dan maar een borreltje doen, hè? Oh, daarover gesproken, groepsdruk. Groepsdruk? Nee, daar heb ik niet zoveel last van. Eén biertje, kom op meteen, één. Ben ik niet gevoelig voor. Neem je ook wel eens een colaatje in plaats van dat de rest een biertje neemt? Ja, zeker. Ja. Groepsdruk maakt je niet uit? Nee, nee, zeker niet. Maakt het niet uit als de jongen zegt, ah, doe toch wel lekker een bako. Nee. Wat is je grootste blunder? In het midden van een truckshow eigenlijk bij hem hier, bij mijn beste vriend, echt beginnen roepen en dansen en tieren. En dat iedereen echt wel, dat ik achteraf berichten kreeg van, toen waart je wel echt ver. Ik was in de discotheek, maar ik was ook wel goed dronken. En toen die traptrades van het podium, mocht gewoon iedereen opstaan, stond ook staantafels. Dus ik wilde naar beneden, maar voelde ik mijn voet wegglijden en ik ging echt zo tot. En toen zag ik beneden, maar beneden was ook al zeiknat van de drank. Nou, daar was ik ook zeiknat. Bent u wel gewoon doorgegaan? Uiteraard. Heb je ooit meegedaan aan Dry January? Woe! Nee, ik heb wel geprobeerd met in februari te doen, maar dat is ook niet helemaal gelukt. Nee. Ga je het doen? Nee. Zou je ermee doen? Nee, ik zit er niet meer in. Nee, zie ik er niet zo van in eigenlijk. Gewoon altijd stoppen? Nee, niet stoppen. Een maandje zonder drank zal wel lekker wezen, ja. Daarna gewoon vol gas alles inhalen? Ja, waarschijnlijk wel. Zou je ermee doen? Nee, ook niet. Waarom niet? Vind ik niet nodig. Ja, toch? Nou, lekker biertje doen, toch? Moet je even in de auto kijken? Uit een breekbeeld. Maat, moet je binnenkijken. Hele tv, alles. Heb je ooit meegedaan aan Dry January? Nee, niet bewust. Zou je het willen doen? Ja. Oh, nou, wij gaan samen. Gaan we mee naar Dry January? Nee. Rij je weleens onder invloed? Nee, eigenlijk niet. Nee. 100% niet. Ik moet het ook verdienen langs de weg, dus nee. Sowieso niet. Ik ben echt ook niet eentje met de vrachtwagen. Met de vrachtwagen drink ik sowieso niet. Heeft alcoholgebruik invloed op je rijgedrag? Nee, want ik... Nee, in principe niet, want ik drink natuurlijk niet. Nee, dat is ook waar. Alcohol invloed op het rijgedrag? Ja, sowieso. En ook de dag daarna misschien nog? Nou ja, ligt eraan hoe laat je gestopt bent natuurlijk. En hoe laat we weer beginnen? Ja, dat. Als iemand niet drinkt op een feestje? Dat is aan zijn eigen. Dit is zijn eigen, echt. Nee, want dat doe ik zelf ook wel eens. Als mijn vrouw denkt van nou, ik ga vanavond aan de borrel, dan drink ik 0.0. Ga
je vandaag weer drinken? Ik heb al een biertje op. Lekker. Nee, want ik heb gisteren een bedrijfsfeestje gehad van mijn vrouw. Ik drink nooit meer, dacht je toen. Nou, vanmorgen was het wel een beetje taai. Ja. Neemt hij er dan twee, Kim? Kim, neemt hij er dan twee vanavond? Nou, ik vond wat meer, maar... Heeft u nog goede voornemens betreffende alcohol voor volgend jaar? Nee. Ik blijf de Franse traditie trouw. Ik doe lekker een wijntje bij het eten en dan s'avonds gewoon aan het water. Maar een wijntje bij het eten vind ik heerlijk. Ah, een beetje gewicht eraf, dat mag dan wel. Maar verder gaat het goed. Dus. Hoe ga je dat doen, gewicht eraf, minder biertjes? Dat sowieso. Ja, altijd afvallen, maar dat lukt nooit. Wel meer sporten en ik hoef niet zozeer te denken van ik moet minder drinken, want ik drink al niet zo heel veel. Drink ik altijd heel veel? Nee. Mag je liegen? Ja! Dit was Truckpraat weer voor vandaag bij de Brabant Hallen bij het Mega Truck Festival. Ik wens de mensen die Dry January hebben genoemd heel veel succes. Gelukkig 2024 en tot de volgende!